car van dit team van dit jaar. En in de auto zit of naast Lotto Spaat, hij gaat er in ieder geval straks in zitten en rijden, dat is Mickey. En Mickey die heeft zelfs al 10 jaar geleden in de eerste ook al gestuurd. Dus hij heeft in alle auto's gereden. Hij is ondertussen natuurlijk al een tijd afgestudeerd, maar af en toe komt hij weer terug. Want eenmaal een Formula student teamlid betekent je bent dat voor je leven. Zo, we gaan allemaal naar de tent kijken, natuurlijk niet naar mij. Oké, nou, heren, als jullie daar ook even de fotosessie van de mensen zeggen die met z'n drieën zijn. En ik had het net over die allereerste auto, die dus meer dan 300 kilo, ongeveer 320 weegt. En de auto die u straks gaat zien en hopelijk gaat zien rijden, die weegt minder dan de helft. Die weegt ongeveer 150 kilo. Daar gaat al een tipje om een opdracht al. Ik moet het van de andere kant af. Leuk.
hè? Ja. Ja. Net aan. Anders kun je een beetje gas geven. Ja, dat is wel goed gedaan. Nou, ik vond het daar makkelijker. Ja? Hier dreef je een beetje. Team 2010! Staan. Ja, jammer. Ja, nee, was al niet te lopen. Speciaal applaus voor de Electronics. Ja. Die nieuwe zon even officieel. Volgend jaar moet Cent ook even sponsoren. En nou alle oud teamleden er ook bij. Alle oud teamleden. Daar gaat het pin-up achterover. We gaan nou niet meer rijden. Dus kijk hier even rustig rond. En strakjes dan gaan we met z'n allen naar speakers. En dan bent u ook welkom om nog even te kijken. Er is nog een kleine tentoonstelling van een paar oude auto's staan er nog, geloof ik. En wat andere dingen. Wat vragen te stellen. Het is nou heel gezellig. En de mannen, die hebben altijd wel een mooi verhaal. Dus laat het nu niet ontglippen.